Dit is het ondernemerscollege van Baker Tilly Berk. Deze keer waarom vernieuwend denken dé manier is om je te onderscheiden van je concurrenten. Zij is lector op Von Ties Hogeschool, founding partner van de Dutch School of Thought en dé expert op het gebied van thought leadership. Hier is Mignon van Halder. Goedenavond allemaal. Een vraag aan u. Wie is er volgens u een thought leader? En dat mag een persoon zijn, maar dat mag ook een organisatie zijn. Roept u maar iets. Google. U zegt Google. Kunt u ook aangeven waarom en een steekwoord? Oh, sorry. Loop altijd voorop. Ja, absoluut. Oké, dank u wel. Nou, wat ik de komende 15 minuten met u wil gaan doen, is een beeld creëren van wat thought leadership nou werkelijk is. En wat organisaties daarmee bereiken. Dus niet personen in dit geval, maar organisaties daarmee bereiken. En wat nou essentieel is in een thought leadership strategie. Nou, om dat te beantwoorden gaan we eerst eens kijken naar wat thought leadership wel degelijk niet is. En daarvoor wil ik u vragen naar deze drie stukjes te kijken. Die heb ik van verschillende websites gehaald. Ik heb er nog veel meer, moet ik u eerlijk zeggen. En wat valt u nou op in deze stukjes? Dus ik lees even mee. Our thought leadership. We are active thought leaders. And browse our growing library of mobile thought leadership pieces. Wat valt daar nou in op? Ja, ik wil dat zelf uitmaken of zij thought leaders zijn of niet. Precies, u wilt dat zelf uitmaken. U bepaalt het. En dat is inderdaad wat je hier ziet. Thought leadership wordt heel vaak geclaimd door organisaties. En als thought leadership iets niet is, dan is het wel dat je het van jezelf claimt. Nee, echte thought leaders, die worden zo erkend. Omdat ze leading by thought zijn. Nou, leading by thought. Laten we dan eens gewoon goed kijken naar wat we bedoelen met die woorden thought en die woorden leadership. Want daar wordt dus heel vaak overheen geraast. En dat gaan we dus even doen. Nou, hier zit een heel mooi plaatje. En kijk dus naar de linkerkant van het plaatje. Daar hebben we het over intellect. En dat is vaak zoals thought leadership geassocieerd worden. Van, nou, wij als organisatie hebben de kennis en de expertise. En ook het intellectuele vermogen in huis. Nou, dat noemen we thought leadership. En dat gaan we sterker uitdragen naar de buitenwereld. Maar als je zo naar thought leadership kijkt, dan stap je over iets heel belangrijks heen. En dat is dat thought leading organisaties, die echt thought leading zijn, die zijn niet leading by thought vanwege al die kennis en expertise die ze hebben. Maar die zijn leading by thought omdat ze andere mensen, hun belangrijke klanten of hun belangrijke stakeholders, weten te triggeren anders over hun relevante thema's na te denken. De thema's van die klanten en die stakeholders. En dat zijn vaak thema's die marktgerelateerd zijn, maar net zo goed maatschappelijk gerelateerd zijn. Omdat dat nou eenmaal steeds meer gevraagd wordt van organisaties. Hè, om je maatschappelijke doelstellingen te integreren in je organisatie. Dus wat je ziet, is dat die organisaties die daartoe in staat zijn, zeg je dat triggeren van nieuwe manieren van denken, die hebben een novel point of view. En het is interessant om daar even bij stil te staan. Want wat bedoelen we nou precies met die novelty? Die novelty die wordt heel vaak gezien als vernieuwend zijn ten opzichte van je concurrenten. Nou, allereerst werkt dat heel verlammend. Hè, want als je in een bepaalde industrie is, is het heel moeilijk om net dat vernieuwende te vinden. Dus waar het veel meer om gaat in die novelty, is vanuit je eigen identiteit, hè, en zeker ook vanuit de expertise van je organisatie, te kijken naar waar wil ik het denken van mijn klanten verschuiven. Die novelty slaat veel meer op de verschuiving in denken die je wilt teweegbrengen op die markt of maatschappelijke thema's. Niet om de vernieuwing ten opzichte van je concurrenten. Dus dat novel point of view, dat is een hele belangrijke. Goed, wat ik nu met u wil gaan doen, ik wil u een filmpje laten zien. Is al een wat ouder filmpje uit 2004 van het verzorgingsmerk Dove, zoals u ziet. Kent u vast allemaal. En ik wil u eigenlijk vragen even rustig naar het filmpje te kijken en u af te vragen, wat is nou het novel point of view in dit filmpje? Dus we gaan het filmpje nu starten. Okay.
Ja, ik zie u al knikken, meneer. Wat is nou het novel point of view in dit filmpje? Steekwoorden, alstublieft. Onderscheidend. Onderscheidend? 2004, ja. Iets wat progressief. Ja. Deze onderscheidend, maar met name niet. Ja. Ja. Progressief. Ja, hartelijk bedankt. Zeker onderscheidend en progressief. Misschien nog wel meer het resultaat van het novel point of view. Het novel point of view werd eigenlijk al in dit filmpje getoond. Dat was namelijk het idee, hè, dat schoonheid, ons idee over schoonheid, verdraaid is. Our perception of beauty is biased. Dus mijn volgende vraag, wat is de verschuiving in denken die ze hiermee aanzetten? Zou u iets kunnen zeggen daarover? Heel kort. Mooi zijn zonder al die, dat mensen al mooi zijn zonder al die trucjes, inderdaad. Ja, die verschuiving in denken zit hem eigenlijk in twee dingen. Wat ze allereerst doen, en dat ziet u natuurlijk allemaal, zijn bestaande ingeslepen frame wat wij hebben over schoonheid, proberen ze uit te dagen. Dat is het eerste wat ze doen. Maar er zit ook een verschuiving in denken in die zin van dat ze zeggen, en dat ziet u misschien minder in het filmpje, maar wel door hun hele campagne heen, is van ja, schoonheid, dat zou geen bron moeten zijn van zorgen en angsten bij mensen, maar dat zou juist een bron van zelfwaarde moeten zijn. En dat is eigenlijk de verschuiving van denken die zij willen creëren. En dat is een ongelooflijk relevant thema en novel point of view. Als je bedenkt, dat volgens Dolf onderzoek, dat 4% van de vrouwen vindt zichzelf werkelijk echt maar mooi. Is blij met zichzelf. En als je dan nog verder denkt, is dat 6 van de 10 dames, jonge meisjes, die voelen zich gehinderd in hun dagelijkse activiteiten. Kunt u denken aan naar de huisarts moeten, met de gym meedoen, of zelfs je hand opsteken in de klas. Omdat ze niet helemaal happy zijn, maar niet comfortabel zijn met hoe ze eruit zien. Dus heel relevant thema. Nou, dit filmpje wat u net zag, dat is natuurlijk niet thought leadership. Hè? Thought leadership, dat gaat door. Dat trekt je door. Dan wordt iets thought leadership. Thought leadership wordt iets, wordt als je je gedachtegoed als een olievlek weet te verspreiden. Nou, Dolf, dit was 2004 wat we al zeiden. Dolf is hier inmiddels zo'n 11 jaar mee bezig. Ze trekken het nog steeds door. En er zijn eigenlijk 2 dingen die ze daar tot nu toe mee bereikt hebben. En die zijn heel relevant ook weer om thought leadership goed te bereiken. Allereerst zie je dat het heel goed is geweest voor de positionering van hun merk. Hun merkvoorkeur is enorm omhoog gegaan volgens de metingen die zij doen. En de merkloyaliteit is omhoog gegaan. Dat is een hele belangrijke. Dus het is een strategisch component. Maar maatschappelijk, de sociale impact die ze hiermee hebben weten bereiken, die hebben ze wel degelijk ook continu gemeten. En dat maakt het heel interessant. Dus de doelstelling die zij altijd hebben gehad, die is inmiddels wel wat verschoven over 11 jaar. Maar de doelstelling voor 2015 was dat ze 15 miljoen meisjes of vrouwen wilden bereiken om te praten over dit thema schoonheid. Dus om hun denken te triggeren over schoonheid. Daar heb je hem dus weer. Dus je ziet dus heel mooi een positioneringsimpact, maar ook een sociaal impact. Nou, Dolf is dus een productbrand, een productmerk. Maar je ziet dat thought leadership denken in je positionering ook zeker terug bij bijvoorbeeld business-to-business markten of business-to-government markten, waarvan ik verwacht dat van velen van u ook in werken. Een mooi voorbeeld daarvan is IBM, die heb ik ook meegenomen. En IBM, die zitten veel in de B2B en de B2G-markt. En die zitten vaak met klanten die met vraagstukken zitten als vraagstukken die niet gaan over ICT, het product en de dienst die IBM verkoopt, maar vraagstukken als energiemanagement, watermanagement, de verkeersproblematiek in grote wordende steden. Dat zijn de vraagstukken die overstijgen hun producten en diensten. Nou, wat ziet IBM nou? Die ziet heel duidelijk dat klanten, de mensen waarmee ze spreken, die denken heel vaak in deelproblematiek. Nou, als we het hebben over verkeer, een weg bijbouwen, een brug bijbouwen, een rotonde erbij. Maar waar IBM nou goed in is, en dat zijn ze al 100 jaar, dat zit dus in hun DNA, is in systemen denken. En de relaties binnen dat systeem. En zo'n 10 jaar geleden hadden ze zoiets van, ja, dat moeten we veel sterker gaan uitdragen. Nou, toen zijn ze begonnen met hun Smarter Planet campagne. Dat is op zich een hele interessante campagne om aan ziek al naar te kijken. Maar het gaat mij natuurlijk weer veel meer om dat novel point of view wat ik u wil laten zien.
En dat kun je zo verwoorden: let's take a system perspective to make the world work smarter. Nog één voorbeeld om een novel point of view duidelijk te maken, is meer van Hollandse bodem. Dat is Philips. En Philips die heeft een novel point of view ontwikkeld op livable cities, hè, de verstedelijking van steden. Die zegt van ja, ondanks dat je steeds meer overpopulatie ziet in grote steden, kunnen zeker steden wel degelijk gezond zijn en aantrekkelijk zijn om in te leven. En dat laden ze ook al jaren en daar proberen ze dialogen en dergelijke mee te triggeren. Nou, wat ik nu u wil meegeven, wat u zag in deze drie voorbeelden, is dat iedere organisatie heeft zo zijn thema's en zijn novel point of views. Dus als u met uw eigen organisatie begint met thought leadership, maak dan eens een tekeningetje. Maak gewoon eens een tekeningetje. Hoe zien de thema's en novel point of views, één of misschien heeft u de meerdere, er voor u uit? Want u zult zien dat het er voor iedereen anders uitziet. Zo ziet hij er voor Dolf uit. We hebben een thema en een novel point of view. Maar voor IBM ziet hij er heel anders uit. Die hebben een groot thema, er zit een novel point of view aan vast. Maar dat novel point of view sluit heel mooi aan op hun verschillende markten. Dit zijn er dan nog maar een paar van. En als u naar uw eigen organisatie kijkt, daarbij uw identiteit meeneemt, uw expertise als organisatie, de markten die u bedient, hoe ziet zo'n tekeningetje er dan voor u uit? Dus dat is een van de essentiële dingen bij thought leadership. Volgende wat u ook zag, is dat ik zei, thought leadership gaat niet alleen maar om positionering. Het is niet alleen maar een strategisch vraagstuk. Nee, het is net zo goed een maatschappelijk vraagstuk. Dus als u als organisatie bezig gaat met thought leadership, probeer dan ook langs die twee sporen te denken daarover. Wat willen we hier strategisch mee bereiken? En wat willen we hier maatschappelijk mee bereiken? Overigens zijn er heel veel organisaties die met thought leadership beginnen en niet eens zichzelf afvragen wat ze er echt mee willen bereiken. Dus die twee componenten, neem dat nou mee. En denk daarover na hoe u dat voor u op een overtuigende manier en voor uw stakeholders overtuigende manier wil integreren. Goed, dan komen we eigenlijk meteen al op dat leadership stuk. Hè? Want we zouden kijken naar thought en naar leadership. Nou, thought leadership, als je het over leadership, wordt vaak gezien als mentaal vooroplopen. Maar die benadering van thought leadership is een hele oppervlakkige manier. Het is juist de echte thought leaders die zijn in staat om hun novel point of view te vertalen naar concreet gedrag en resultaat. Nou, ik denk dat Unilever daar altijd een heel mooi voorbeeld van is. Unilever die hebben het novel point of view. Hun novel point of view zit in feite geïntegreerd in hun visie. En dat is dat ze zeggen van, wij gaan onze omzet verdubbelen, maar tegelijkertijd onze footprint halveren. Dat is best een novel point of view. Dat is best een verschuiving in denken. Als je je realiseert dat het gros van de bedrijven en onze maatschappij nog het status quo denken heeft, dat die dingen echt niet samen kunnen, dat niet rijmt. Nou, Unilever laat al jaren zien dat ze daar eigenlijk een leap of faith in hebben genomen. En die committeren zichzelf ook aan die doelstellingen. En dat werken ze heel mooi uit met hele specifieke doelstellingen. Kunt u allemaal nakijken. En dan is dus eigenlijk het cirkeltje rond. Dan zeggen we, thought leadership is gebaseerd op het vernieuwende denken, het hebben van een novel point of view en het uitdragen van dat novel point of view door gedrag en resultaat. En daarmee bouw je vertrouwen op. Dank u wel. Het Ondernemerscollege. Kennis in ondernemen.